Koos de Boer, marketeer bij Specialized. We staan hier bij de nieuwe Splitsplinter, nieuwe Venge, Vias. Wat kun je erover vertellen? Nou, de Venge Vias is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het totale aerodynamische pakket. Wat er helemaal nieuw is bij Specialized 2016. Deze fiets is eigenlijk een compleet nieuw ontwikkelde fiets. Er zijn eigenlijk maar twee onderdelen aan deze fiets die nog hetzelfde zijn als bij de oude Venge. Dat zijn eigenlijk de snelspanners en de zadelpenklem. De rest is allemaal veranderd. Eigenlijk is alles wat met deze fiets te maken heeft, heeft ook daadwerkelijk te maken met aerodynamica. Dus elk onderdeel van deze fiets is in onze windtunnel geweest, is in onze eigen windtunnel getest. En wij zijn zelfs van mening dat alle producten die hier staan ook zo aerodynamisch zijn als mogelijk. En dat geeft eigenlijk een totaalpakket wat 5 minuten sneller is. Maar dat is dan in combinatie met de Evate helm, met onze eigen nieuwe S-Works schoenen, met de wielen en met een nieuw pakket. Maar de fiets zelf is 120 seconden sneller dan een reguliere Tarmac. 4 jaar geleden werd de eerste Venge geïntroduceerd, waarop Matthew Goss meteen Milan Sanremo won. Ja. Denken jullie dat deze fiets ook meteen zo'n revolutie zal teweegbrengen in de markt? Nou, eigenlijk heeft hij zichzelf al bewezen. Sagan heeft er in de Ronde van Zwitserland al een etappe gewonnen, dus dat is natuurlijk geweldig. De vorige Venge is in samenwerking met Cavendish ook ontwikkeld. Die fietst uiteraard nog steeds bij Etix Quickstep, een ploeg die ook op Specialized rijdt. Dus die is ook zeker in samenwerking met onder andere Cavendish ontwikkeld. Dus dat betekent ook dat alle voordelen, alle dingen die beter konden, alle eigenschappen die konden verbeteren, dat we die ook daadwerkelijk meegenomen hebben die hij aangegeven heeft. Dus ja, daar zijn we 100% van overtuigd. Wat meteen opvalt is, als je naar de fiets kijkt, zijn de aparte positie van zowel de voor- als de achterrem. Ja. Kun je daar het nut van vertellen? Ja. Nou, zoals al eerder gezegd gaat het eigenlijk allemaal om aerodynamica. Dat betekent dus ook dat we uiteindelijk ook voor de rempositie niet binnen de kaders hebben gekeken, maar meteen buiten de kaders gegaan zijn en eigenlijk niet gekeken hebben naar wat is er mogelijk, maar eigenlijk wat is er zo aerodynamisch mogelijk. En aan de hand daarvan zijn we de remmen gaan ontwikkelen. En vandaar ook dat de positie van de rem achter de voorvork, die op zich niet nieuw is, maar de vorm van de rem die zelfs in de onderbuis valt, natuurlijk wel revolutionair is. De positie van de achterrem is dat ook. Die zit in plaats van ofwel onder het bracket ofwel op de traditionele positie zit die eigenlijk tussen de liggende en de staande achtervork in. Enorm aerodynamische positie, maar daarnaast ook de plek waar het wiel de minste uitslag heeft, waardoor de remeigenschappen eigenlijk ook het beste zijn. We zien Mark Kevin, dus zien we er in deze Tour al voluit op sprinten. Zou je deze fiets kunnen omschrijven als de ideale sprintfiets, of doe je daarmee deze fiets misschien nog iets tekort? Ja, dat mag altijd, maar ik denk wel dat je hem daarmee tekort doet, want de fiets is ook rider first engineered, wat eigenlijk ook betekent dat de fiets niet alleen supersnel is, maar daarnaast de eigenschappen van de fiets ook heel erg goed zijn. Het is geen klimmersfiets. De klimmersfiets is nog altijd onze Tarmac uiteraard. Maar de fiets is veel meer dan alleen een sprintersfiets. Oké, dankjewel. Ja.